Nou, wat fijn dat u er bent. Wilt u wat drinken? Nee, bedankt. Ik heb net een koffie op. Oké, nou prima. Mocht u toch dorst krijgen, dan staat hier water. Bedankt. Ja. Goed, ik had het al even kort benoemd op de mail. Waarover ik het wil hebben is het volgende. Het valt me de laatste tijd op dat uw zoon zich anders gedraagt. Hij is baldadiger. Drukker. Hè? Ja. En ik maak me daar een beetje zorgen over. En ik vraag me ook af, heeft u zelf wellicht iets opgemerkt de laatste tijd? Nee, niet zo. Ze kunnen veel herrie maken, de jongens. Als ze videogames spelen, dan lijkt het huis wel een battlefield. Maar ze weten dat ik 's avonds rust nodig heb. Daar hebben ze wel respect voor. En soms speel ik ook wel lekker mee. Oh. It's quite fun. Ja, nou, geef mij nog steeds maar een boek. Maar ik zal u anders even een duidelijk voorbeeld geven. Hè? De laatste paar keer tijdens de gym, toen wilde hij de baas zijn. Hij wilde graag bepalen wie er wel of niet in zijn team mocht. Hè? En hij riep zelfs letterlijk, ik ben de baas en jullie moeten doen wat ik zeg. En een week erop, toen vond hij dat de meisjes niet mee mochten voetballen. Hè? In ieder geval niet samen met de jongens. Snapt u dat ik daar dan een beetje van schrik? Dat is niet leuk, maar hoort dat niet bij de leeftijd? I mean, is dat niet gewoon wat jongens doen? Nou, het is inderdaad niet heel vreemd hoor, maar uw zoon lijkt wel heel snel te veranderen. Weet je, een ander voorbeeld, vorig jaar. Ja, toen had u nog een beste vriendinnetje, weet u dat nog? Ja. Ja, nou, sinds kort negeert hij haar echt volledig. Negeert? Ignores. Ah, ja. Ja, sorry. Ja. Hij wil niet meer naast haar zitten en vorige week trok hij zelfs aan de parenstaat, de hair. Mm-hmm. En toen ik vroeg waarom hij dat deed, zei hij ja, dat het gewoon een grapje was. Mm-hmm. Ziet u dan ook dat zijn gedrag aan het veranderen is? Maar wat u zegt surprises me. Ik zie niet alles. Ik kom laat thuis, vroeg naar mijn werk. Gelukkig heeft hij zijn broer. Die zijn samen erg close. Ja. Ja, dat begrijp ik. En het is ook heel fijn hè, dat zijn broer zo zorgzaam, zo caring is. Maar ik zie daar misschien ook een probleem. Ja, ik denk dat de vrienden van uw oudere zoon hè, een slechte invloed op hem hebben. Ze hangen tot laat in de avond op straat en van wat ik hoor is er regelmatig gedoe. Hè, trouble. Ik ben bang dat uw zoontje zich daardoor stoerder, taffer gaat gedragen. Hij is natuurlijk nog jong en heel kwetsbaar. Zou dat kunnen? En snapt u wat ik bedoel? Jawel. I'm a bit surprised. Soms ben ik ook een beetje worried daarover. Maar mijn zoons die worden thuis goed opgevoed. Ze zijn heel netjes, polite naar mensen. What else can I do? Ja, nou, ik zie dat het u iets doet. Kunt u mij misschien vertellen wat het is? Well, ja, ik weet dat sommige vrienden niet oké zijn, to say the least. Ja. Maar ik kan moeilijk zeggen met wie ze vrienden mogen zijn. That could backfire, you know. Ja. Maar ja, ik maak me wel zorgen. Ik wil dit graag oplossen. Dat snap ik. En daarom is het juist goed hè, dat we hier zitten, dat we het erover hebben. Hè, dan kunnen we ingrijpen mocht het een echt probleem worden. Ja. Ja. En ik hoor u zeggen hè, dat het geen rare gedachte is. Hè, en dat u herkent dat er wellicht invloed zou kunnen zijn. Hè? Zullen we samen kijken hoe we dat dan wellicht kunnen aanpakken? Yes, ja, graag. Nou, fijn. Hè, ik denk dat het beste is dat ja, wanneer het zowel thuis als op school besproken wordt. Mm-hmm. Ja, u ook? Ja. Ja. En heeft u misschien zelf ideeën hè, over hoe we dat het beste kunnen aanpakken? Ja, ik ik zal het eerst met mijn jongste zoon bespreken, denk ik. Over zijn gedrag op school, of hij het zelf herkent. Wat hij overdag doet met zijn broer en vrienden.
en hoe hij de jongens ziet. Daarna, I think, met zijn broer praten. Hij zal de realiteit ook wel van zien. En hij wil dat zijn broertje goed terechtkomt. Ja, hij wil goed. Fijn dat hij dat allemaal wil doen. Ja, zo'n eerste confrontatie zal niet makkelijk zijn. En hier op school, wilt u dat ik ernaar vraag of wilt u dat zelf doen? Oh, nee, dan mag je gewoon met hem over praten. Dan begrijpt hij dat het wel serious is. Maar, by the way, ik denk niet dat hij het zo meent. Hij kopieert het. Ja, maar dat denk ik ook. Hè. Zo zal ik het ook brengen. Hè. Dat hij niet iets fouts heeft gedaan, maar dat we gewoon willen achterhalen waarom hij zo doet. Ja. Nou, ik denk dat dit goede eerste stappen zijn. Ja. Hè? Ja. Bent u ook tevreden? Bedankt dat u dit verteld heeft. Nee, uiteraard. Zullen we dan direct een vervolggesprek gaan inplannen?